Amina Loswijk, hoe gaat het met jou? Oh, prima, Jero, met jou? Mij gaat heel goed. Jij doet mee aan iRide 6.0. Hoe ben je zover gekomen? Nou, ik zag dus gewoon een post voorbij komen op Facebook. En iedereen vond dat ik geweldig schrijf en moet gaan schrijven. Dus ik dacht van, hey, weet je wat, let's give it a try. And here we are. Hoe lang heb jij over je verhaal geschreven? Hoe lang heb je het over gedaan? Dus anderen hebben uren erover gedaan, toch? Maar ik heb 2 losse dagen eraan gewerkt. En waar had je zoveel moeite mee dan? Mijn hele structuur, want ik heb het eerst gewoon, ik zou het gewoon als verhaal schrijven, gewoon 1 lange tekst, maar uiteindelijk is het iets anders geworden. Je hebt gemerkt dat een screenplay uit verschillende structuren bestaat. Welke structuren hebben jou helemaal van je stuk gebracht? Nou, die hele 5-point act. Oh, het was gewoon lastig. Het was echt lastig. Maar je begrijpt ze nu wel? Nu begrijp ik ze. Volgens mij analyseer ik mijn films nu zo. Oké, als je dat zegt, laten we even over die plot points praten. Hoeveel zijn er in totaal? 5. En nummer 3? 3. Inciting incident, je hebt de climax daar ergens achterop en in het midden heb je de midpoint. Je hebt er inderdaad 3 genoemd. De 3-act structure, wat heb je daarvan opgestoken? Je hebt dus het begin, dat is act 1. En dan heb je een gedeelte waar het een beetje spannend begint te worden. Dat heb ik genoemd act 2 en natuurlijk het laatste gedeelte van de film en dat is de act 3. Als ik zou vragen, wat gebeurt er in de climax? Wat ga je me dan vertellen? Standaard zou je natuurlijk zeggen, climax is like the end. Maar in dit geval is climax not the end. Climax is dat geval waar is het laagste punt van de protagonist. Wow. Ja. Volgens mij heb je echt wat geleerd, hè? Ja, ik heb echt wat geleerd. Ik kijk nooit meer hetzelfde naar films. Als we praten over jouw film, waar gaat het over? Nou, het gaat over een hardwerkende dame, een eventmanager, die dus benaderd wordt door een hele sexy, coole guy. En dus ze wordt gewaarschuwd om niet met hem in zee te gaan, maar nieuwsgierigheid, hè? Dus dan gaat ze toch met hem in zee, maar ze weet echt niet wat er te wachten staat. Een beetje curiosity killed the cat. Yes, yes. Waarom heb jij gekozen om een drama te schrijven? Die drama is uit het toetsenbord gekomen. Is het gewoon geworden? Ja, is het gewoon geworden. Ik dacht eerst van, ik ga een beetje love story schrijven. Maar love stories zijn een beetje gewoon en cliché. Dus het is een beetje spannender geworden. Je weet dat drama de zwaarste groep is elk jaar. Dit jaar hebben we daar 7 snops aan overgehouden. Welke plaats ga je eindigen? Als het aan mij ligt, wordt mijn film natuurlijk gekozen. Maar ik weet zeker dat ik dus een hele goede kans maak. Ja. Wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? Ik ben Client Assistant Officer bij de Republic Bank. In Nikeri. In Nikeri, dat is een eindweg. Ja, heel ver. Zie je hoeveel moeite ik doe voor die film? Nou, dan rest mij nog maar 1 ding. En dat is jouw succes wensen. Nou, dan moet ik zeggen dankjewel en jij ook succes met het maken.